in het Wilde Westen leeft een eenzame cowboy. En hij is een van de beste. Het is soms wat druk in de saloon, maar onze held blijft altijd kalm. En zal nooit een vlieg kwaad doen. Op zijn trouwe paard draaft hij over de uitgestrekte prairie. Geniet van de eenzaamheid en houdt niet van herrie. Lucky Luke, de schrik van elke bandiet. Lucky Luke, oh nee, bang is hij niet. Lucky Luke, en hij schiet sneller dan zijn schaduw. Voor een paar grijpstuivers. Vandaag hebben we tomatensoep. Hier gaan jullie van smullen. Even blazen, want het is... De kust is veilig, hè, Verhul. Kom er maar uit. Wat zegt hij nou? Hij zegt nee, Joe. Nee? Hoe bedoel je nee? Kom onmiddellijk naar boven of ik sla je lekker tussenuit. Ik wil ontsnappen na het avondeten. Het was 3-1, Everall. Kom dat gat uit of je krijgt die ijzige bal op je harses. Ontsnappen met een lege maag is heel ongezond. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar de Mexicaanse grens. In Mexico kan Lucky Luke ons niet meer arresteren. Goed plan, Joe. Een bijzonder goed plan. Als we onderweg maar niet vol hongeren. Haha, Everall, waar ik hersens heb jij een tweede maag. Ga ze pakken, Rataplan. Kom je me nu storen tijdens het diner om me te vertellen dat de Daltons zijn ontsnapt? Verwittig Lucky Luke. Die heeft ze zo weer opgespoord. Oh, zoals altijd. De directeur heeft gelijk. Hier laat je de biefstuk niet voor staan. Over een biefstuk gesproken? Ik zou wel een hele bison lusten. Dat is toch smakelijker dan die vieze tomatendrek. Wanneer gaan we wat eten, Joe? Wanneer gaan we wat drinken, Joe? Wanneer gaan we wat rusten, Joe? Als ik het zeg, ja. We moeten toch iets tegenkomen dat we kunnen beroven? Dan hoop ik maar dat het een supermarkt is. Moet je zien, schoonheid. Die cowboy heeft een date met een paard. Telegram voor Lucky Luke. Mooi, kan ik eindelijk een beugel betalen. Nog niet blazen, Jolly. De Daltons zijn weer eens ontsnapt. Wat zal ik doen met de taart, meneer Luke? Zet maar weg. Dat ga ik ook met de Daltons doen. Achteruit, Everall. Je maag maakt veel te veel lawaai. Aha, er komt de postkoets aan. Hij is nog 2 mijl hier vandaan. Die gaan we beroven. Hm? De buit is er al, broertjes. Maar Joe, we hebben geen pistool. Nou en? We zijn de Daltons, ja toch? Tranquilo, Falsetto. Klim maar rustig naar beneden, koetsier, of ik schiet. Oeh, een wagen vol met ham. U wilt me beroven met een plastiek pistool. Sorry, senor, maar ik zit toevallig ook in de plastiekhandel. Weet u, de hammen in de wagen... zijn plastieke hammen voor in de etalage van de slager. Ik heb een idee. We eten het paard op. Die is vast een stuk malser. Hotsick, Everall. Wat zeg je, Joe? Ik zei hotsick. We hadden eerste klas vervoer tot jij het weer eens wegjoeg. Dus vanaf nu ben jij mijn paard. Geef me de sporen, geef me de sporen. Mm-hmm.
Ik heb honger! Ja, 4 gestreepte coyotes. De langste probeerde mijn plastiek op te eten. Dat waren de Daltons. Je hebt mazzel dat je nog leeft, amigo. Gestoorde gringo's maken mij niet bang. Luister goed. We gaan het volgende doen. We jatten een pistool, beroven de bank en daarna gaan we lekker uitgebreid tafelen. Zullen we anders met de tafelen beginnen? Kom dicht, Everol. Je bent een paard, weet je nog? Ik zei kop dicht! Daar komt iemand. Snel, zoek dekking. Dit wordt dus een lange nacht. Ik ga een plek zoeken om te slapen. Grappig, het ruikt hier een beetje naar stierenplas. Oh. Oh. Doe me geen kwaad, ik ben een paard. Ah, je bent veel te dom voor een paard. Oh nee! Help me even, jongens! Oh nee! Haal een rode lap! Oké, jongens, zakdoeken tevoorschijn! Dorro! Dorro! Zo, de misdaad roept ons. Kom mee. Ik heb te veel gegeten. Als ik die gasten te pakken krijg, voer ik ze aan de prairiewolven. Wat is hier gaande, vriend? Dat is Gilbert Glutton, de veeboer. Een stel boeven hebben zijn beste foxdier geslacht en opgegeten. Hij was helemaal gek op dat beestje. Ik heb het ze zien doen. Het waren de 4 Mr. Glutton. Het waren baaiersklanten. Ze pakten 4 paarden en pistolen en beroofden de drogist. De drogist? Ja, en ze namen 100 doosjes maagzalf mee. Het is toch niet waar? De Daltons hebben maagproblemen. En weet je wat nog meer? Een prijs op hun hoofd. 400.000, dood of levend. Nou, dat klinkt niet best. Ja, en het ruikt ook niet te best. Wil je anders wat maagzalf, Joe? Het is beslist niet onsmakelijk. Ik had niet zoveel vlees moeten eten. We gaan een postkoets beroven. Dat zal me zeker goed doen. Je reikt een te hoge beloning uit, Glutton. Ik beloof je, je krijgt problemen met alle premiejagers van het Wilde Westen. Ik verander niet van gedachten. Tegen de avond hangt er een poster op iedere deur in deze stad. Die gasten die mijn stier opaten zullen worden vermalen tot veevoer. Wie eet er nou een koe die is vet gemist met de Daltons? Tjow. Persoonlijk eet ik liever helemaal geen vlees. Ik ben tenslotte geen kannibaal. En dat zijn de 1000. Ik ga meneer Glutton inlichten. Niet nodig. Ik neem ze wel mee. Werk jij voor Gilbert Glutton? Ja, exclusief. Ik herken die kerel, baas. Dat is Rattlesnake, de genadeloze premiejager. Hij gaf het zijn eigen moeder aan voor een paar centje. 400.000, Digger. Als me dat lukt, slijt jij je laatste dagen in een vakantieoord aan de kust van Californië. En die kleine zag een beetje pips. Ze reden weg zonder wat te hebben gestolen. Nou, die lange namen gebruiken kip mee. Dus Joe is een beetje ziek. Dat maakt het makkelijk voor ons, Jolly. Ja. Het gaat steeds slechter. En het ruikt naar een dode reiger. Weet je wat ik lekker vind? Gestolen gebraden kip. Joe moet snel naar een dokter. Zet hem in het zadel en rij je maar.
Je klinkt als Joe, alleen zeg jij niet hou je kop. Hou je kop. Zeg vriend, zit er een dokter in de stad? Nou, wat denk je? Ah! Acute misselijkheid. Heeft medicijnen nodig. Ik denk aan levertraamolie, gedistilleerd water en een druppel arsenicum. En geef hem maar wat maagzalf, dat is best lekker. En gevangenisvoer is goed genoeg voor hem. Hé? Het is Lucky Luke! Geef me een pistool aan! Ik al! Dit is heel triest. Maar het stinkt ook! Hier naartoe gaan was geen slim idee, William. Kop dicht, Jack. Moet ik die zieke al begraven, Doc? Denk het niet. Zonder mijn medicijnen zal hij het overleven. Ah. RS, dat moet Rattlesnake zijn. Ik ben onderweg. De kust is veilig, mannen. Er zijn hier vier ruiters geweest. Eén had last van zijn maag. Ze werden gevolgd door een snel paard. Rij je, Jolly. Come on! Joe moet eigenlijk iets eten. Dat is goed tegen de misselijkheid. Toen ik heel klein was, maakte mama kippensoep als ik misselijk was. Mag ik kippensoep maken, William? Ach, best Everall. Ga je gang maar. Echt waar? Mag het? Ja, de baas zegt het. Kop dicht, Jack. Fantastisch! Jij bent de baas, niet de heet gewassen kabouter. Nee, ik heb dit koud, ik hou van jou! Daar zijn ze. En dat weet Rattlesnake ook. Hij zal zadelpijn niet vanaf te komen. Maak je niet druk, de lont is uit. Ik kon geen kippen vinden, dus dan moet het maar met een lekkere bunzing. Voor jou, Joe. Er wordt geschoten, maar niet op ons. Hopstaan, Rattlesnake. Lucky Luke, leuk je te zien. Zo, we jagen dus op de Daltons. Twee kunnen meer dan één. We vormen een team en delen de beloning. Ja, en varkens kunnen vliegen. Hup, lopen! Oh, jammer, Igor. Die twee zijn zo gezond als een vis. Sheriff, kun je deze ratelslang voor me opsluiten? Wacht nou. Ik deed toch niks fout? Ik jaag op gezochte misdadigers. Is dat misdaad? Vind ik niet. Maar deze cowboy begon op me te schieten en hielp de boeven dus ontsnappen. Je moet hem dus opsluiten. Misschien. Sheriff, dit arrestatiebevel zegt dat ik de Daltons moet arresteren. En mijn beurs zegt dat ik ze moet afleveren bij een veeboer voor $400,000. Nou, in dat geval wens ik jullie veel succes. Tof, sheriff. Geef mijn pistool terug. Het spijt me, vriend, maar dat is wat je noemt de vrije handel. Mexico, gaan we de grens over? Jij beslist, jij bent de baas. Slim dat we die lijkwagen hebben gestolen, Joe. Wel jammer dat er geen kist is om in te liggen.
Oh, kop dicht, Everal. Joe, we staan bij de grens. Gaan we die over? Wat zegt hij nou? Hij zegt... Hij mag ze van mij wel pakken, maar hij mag niet op ze schieten. Zo, de Daltons beschermen. Het moet niet veel gekker worden. Wat is die vent van plan? Dit is dus de deal. Hij neemt ons gevangen en helpt ons te ontsnappen en deelt daarna de 400.000 met ons. Waarom zou hij dat doen? Dan kan hij ons steeds opnieuw gevangen nemen en schat hemeltje rijk worden. Ik vind dat plan een beetje stinken. Wat vind jij ervan, Joe? Ik snap het niet. Kun je het nog één keer uitleggen, William? Ik heb nog meer te doen. Oké, chef. Ik en mijn broertjes hebben besloten je voorstel te aanvaarden. Pardon, William? Slim, heel erg slim. Laten we gaan dan, ja toch? Het is niet veilig hier. Hij heeft ze erin geluist. Dokter, lijkwagen. Sorry, Igor, maar de inzittenden leven nog. Hé, zeg eens, wat heeft die gozer toch? Acute misselijkheid. Ik heb alle maagzalf opgegeten. Als de beloning binnen is, gaan we lekkere vette frieten eten. Ik weet wat je wil zeggen, Jolly, maar die rattlesnake houdt zich keurig aan de wet. Ik wilde helemaal niks gaan zeggen. Paarden kunnen niet praten. Oké, partners, hier die pistolen. Voordat ik jullie bevrijd, moet ik jullie uitleveren. Anders betaalt Glutton de beloning niet. Klinkt toch heel logisch? Oh, wat zie ik uit naar die vette frieten, zeg. Misschien een lekker stukje vlees erbij. Dank je. Goed werk, Rattlesnake. Meestal lever ik ze dood in Glutton. Maar het lijkt me dat je wel raad met ze weet. Hier is de cash, baas. Wat ga je met ze doen? Ik ga ze verwerken tot veevoer. Oeh, wat onhygiënisch. Je hebt gelijk. Oké. Dan worden ze veroordeeld en opgehangen. Die vent maakt me gek. Kop dicht, Everal. De rechtszaak gaat beginnen. Dan is nu de verdediging aan het woord. Baas, deze schurk heb uw allerliefste lievelingsdier opgegeten. Als hun advocaat pleit ik geen genade. En wat zegt de officier van justitie? Beetje snel graag. Ze zijn schuldig. Dat weet ik. Verdachte, jullie worden veroordeeld voor het opeten van mijn beste fokstier. Voor deze laffe misdaad veroordeel ik jullie alle vier tot de stroop. Hang ze maar op. Oké, Rattlesnake, bevrijd ons maar. We gaan vette friet eten. Ach, domkop, ik heb gelogen. Ik hou de beloning en niemand gaat jullie bevrijden. Wees daar maar niet zo zeker van. Lintje mag niet van de wet, heren. Ik breng de Daltons naar de gevangenis. Ik heb betaald voor een ophanging en die komt er. Oké, raap je zieke broer op. We gaan weer terug naar de gevangenis. Hou ze tegen! Sorry, we lynchen enkel ongewapende mannen. Revolverhelden horen niet bij de taakomschrijving. Een beloning voor Luke. 400.000. Dat is een deal. Hey, Luke. Zet dat maar uit je hoofd, Rattlesnake. Ik laat de Daltons niet nog een keer ontsnappen. Nou, dan krijg ik weer een beloning. Ik begrijp het niet. Nou, ik ook niet. Maar iets zegt me dat we er niet veel mee opschieten. Oké,
Ik schiet eerst Lucky Luke neer. Glutton betaalt mij de beloning en de Daltons ontsnappen. Ik pak de Daltons en geef ze aan Glutton en krijg weer 400.000. Dan pak ik Glutton en geef hem aan de Daltons. Nee, dat klopt niet. Hey Snake, als jij weet wie wie is en wat wat, stuur maar een kaartje. Kom mee, William. Stop! Vergeet het, Glutton. Als je Luke neerschiet, loop ik een hoop geld mis. En als hij jou pakt, nog veel meer. Wat is er nou? Ik raak nog meer in de war dan ik al was. Oh, kop dicht, Everell. William, we kunnen nu ontsnappen. Rattlesnake schiet tussen neus en lippen door even mijn lievelingskoe neer. Ik zet gelijk een prijs op zijn hoofd. 400.000. Zoek een premiejager, Glutton. Ik werk voor de wet. Verbaal je tot varkensvoer. Hoor je me? Varkensvoer. Ik wist wel dat je ze zo te pakken zou krijgen. Je blijft toch eten, Luke? Om dit te vieren heb ik de kok opdracht gegeven een vette Texaanse stier te slachten. Sorry, directeur, maar er wacht een taart met zijn naam erop. Wat is al geweest, hè? Kom dicht, Everell! Schaften! I'm a full lonesome cowboy.